op deze op mijn buik. Maar die blijft wel staan. Ja, daar, ik zit mijn godsmog in aap. Zo. Deze drie schilderijen heb ik geërfd van mijn ouders. Deze twee die stellen mijn tante voor. Die zijn geschilderd door haar echtgenoot Willem Matthijs Maris. En hier is de schilder redelijk onbekend. En ze hebben jarenlang in een plastic zak in de kast gelegen daar. En nu wil ik graag weten wat ze waard zijn. Die ene antieke vaas, een beeldje of een schilderij van oma dat al jaren op zolder staat. Oude meuk? Of is het wat waard? Onze experts hebben het antwoord in Verborgen Thuisschatten. Tantetje, tante Leentje. Best een knappe tante. Ja, die er een beetje uitzag. De rest waren allemaal heksen. Tante Leentje, getrouwd op 27 juni 1912 met Willem Matthijs Maris. De zoon van Jacob Maris. En Jacob Maris was een van de drie broers Maris uit de Haagse school. Allemaal schilders, ja. Deze schilder hebben vanaf mijn jeugd hebben die bij ons thuis gehangen. En er kwam dus een oud gerimpeld vrouwtje binnen. En die leek er niet echt op, maar toen is me dus verteld dat zij dat was. En tante was een, ja, dat was een dametje. Die zat altijd keurig in de kleding en nageltjes gelakt en alles. En, waarom hangen ze er eigenlijk niet? Omdat ik het hier te klein vind. Oké. Ja, er is plek zat, ja. Ik vind die kamer een beetje te klein. Ik vind het net een aanleunwoning. Vrouw bepaalt. Ik betaal, de vrouw betaalt. Dit is de mysterieuze. Ja, het is niet duidelijk door wie die geschilderd is. Dat hij is gerestaureerd in de jaren 60 door Karel Wiggers en voor de rest weet ik niks. En vermoedelijk is daar de signatuur verloren gegaan. Heb je geen witte handschoentjes? Je droomt wel eens van bedragen, want weet je, dan is er weer dan duikt er weer ergens een verdwenen Rembrandt op en zo. Maar ja, ik heb geen idee. Ja, goeiedag. Vellinga van Duurhuis. Zo. Komt u binnen? Ja, dank u wel. Peter, ik zie hier drie schilderijen. Ik heb deze eruit gehaald. Die spreekt mij ontzettend aan. Een hele mooie aquarel. In goede conditie. Een oude lijst eromheen. Van de hand van Willem Maris Jacobson. Een schilderij waar de harten van de liefhebbers wat sneller door gaan kloppen. Het lijkt gesigneerd te zijn hier rechtsonder. Ik zie nou net in het rood Jacobson JBZN staat er. Dat is altijd leuk. Het is altijd een extraatje als de signatuur erop staat. Nou, het is een bijzondere schilder in die zin dat hij dus goede portretten maakte. Er zit een verhaal aan vast aan deze kunstenaar. Hij is natuurlijk de zoon van de drie beroemde broers Willem, Jacob en Matthijs. Die allemaal, alle drie, belangrijk waren voor de Haagse school. Hij is een navolger. Altijd wordt hij afgewogen tegen de prestaties van zijn ooms. En die worden toch net even wat hoog gewaardeerd. Maar zijn portretten zijn er gezocht. Dat is dus de zus van mijn oma. Ja, dan laat ik nog eventjes een ander portret van haar zien. Dat is deze. En dan zie je natuurlijk dit hele bekende... Oh, ja, die hangt in het Stedelijk. Die hangt in het Stedelijk Museum. Ja. En dat is natuurlijk een prachtig portret. Dat is zij ook. Dat is natuurlijk een heel klein werk. Hè? Ja. Dat is meer een aardigheidje. Vast nog een klein meisje. Ik weet ook niet of zij daarvoor geposeerd heeft. Of hij toen haar al kende. Ik denk het haast niet hoor. Maar ik zou je dan, als je het ooit zou verkopen, zou je dat als één geheel moeten verkopen. Mensen kopen dit, dan krijg je dit erbij. Ja. Dan hebben we hier een heel andere schilderij. Datering vind ik even een moeilijke. Dat doet denken aan 17e-eeuwse schilderijen. Echter, als ik kijk naar de uitvoering van de figuurtjes met name hierin, dan denk ik dat zijn geen figuren in 17e-eeuwse stijl, maar in 19e-eeuwse stijl. Toch een iets bredere toets. En voor een 17e-eeuwse eigenlijk te ruw geschilderd. Ook de hele uitvoering is, ook qua bladslag, wat oppervlakkig. De conditie is matig. Dan zit je dus... Inschilderingen, hier ook. We weten niet wie de schilder is. We weten alleen dat het geen groot meester is. Peter, als ik dit zou verzekeren, voor een verzekeringstaxatie zou opnemen, dan kom ik hieruit voor deze hele mooie aquarel op een waarde van 2.000 euro. 2.500 euro. Die kleine voor een 300-400 euro. En dit 19e-eeuwse vroege schilderij op circa 1.000 euro. Ja hoor. 4.000 euro totaal verzekerde waarde. Ik ben heel tevreden. Je weet wat meer, dat, vooral dat grote schilderij, dat was heel erg onzeker. Dus daar weet ik nu wat meer van. Ja, wat zal ik zeggen? Ik had dit niet verwacht. Toch nog zoveel. Dus het is allemaal meegenomen. En wat we ermee gaan doen, dat is aan hem, want het is van zijn ouders. Zou het hier staan? Het is wel een mooi plekje. Heb jij ook iets bijzonders om te laten taxeren? Wel een mooi plekje. Laat het ons weten. Nee? Dit programma is mede mogelijk gemaakt door het Venduhuis.